Zo'n type of zoals dat je hier... Archeologen van streek intercommunale Solva vergelijken enkele oude grafheuvels met die in Ninove. Aan een bedrijventerrein Doren Noord ontdekten ze twee grafheuvels uit de bronstijd. Vermoedelijk zijn ze zo'n 3 à 4000 jaar oud. Er zijn er twee gevonden en je ziet het gaat om monumentale grafmonumenten. In dit geval 36 meter, de afstand tussen beide kanten. En dus monumentale grafmonumenten wellicht niet voor iedereen aangelegd in die tijd, maar echt voor de chefs van toenmalige clans. Archeologen haalden ook materialen uit Romeinse graven en een groot legerkamp uit de 17e of 18e eeuw uit de grond. Zo kwamen er borden, potten, wijnflessen en schoengespen aan de oppervlakte. Bijvoorbeeld, dit type bord is waarschijnlijk gemaakt in Frankrijk. Misschien kan dat eens iets leren over de identiteit van de soldaten. Waren dat bijvoorbeeld Franse soldaten die heel een inboel zijn meegenomen? Of hebben ze gewoon hier een lot lokale Ninove gekocht? Dus dat zal ons nog heel veel meer informatie kunnen leren over wie dat juist die soldaten waren en waarom dat ze in Ninove daar waren gelegerd. De onderzoekers willen met de vondsten de geschiedenis van Ninove beter in kaart brengen. Vooral de vondsten van het legerkamp kunnen daarbij helpen. Het getuigt toch ook van een woelige periode uit onze geschiedenis, waar onze streek dan echt door rondtrekkende legers werd geteisterd. En daar gaan we nu ook wel een heel tastbaar beeld van krijgen.